Ik ben Lina. Ik ben Maartje. Wij helpen als gastvrouw. Ontvangen mensen, begeleiden ze, geven informatie. Wat is zo leuk aan maatschappelijke stage? Dat je iets kan doen voor de maatschappij zonder dat je iets ervoor terugvraagt. En het is gewoon leuk om nieuwe ervaringen te krijgen door dit soort dingen te doen. Die eigenlijk anders niet zou doen. Ik had verwacht dat het wat rustiger was en dat wat meer met mensen praten was. Maar we moesten echt heel veel helpen, gewoon achter de schermen. En dat was niet wat ik ervoor verwacht had, maar het was wel gewoon leuk om te doen. Is door deze stage ook je kijk op maatschappij, op werk veranderd? Ja, het is zwaarder dan ik dacht. Werken, ja, we zitten nog op school en wordt wennen later. Ik heb wel dat ik iets met kunst later wil doen. Dus. En ik vond het wel wat leerzamer wat hier allemaal gebeurde en zo. En hoe het allemaal werkt hier. Dus dat kan ik wel meenemen voor bij de toekomst, voor wat ik ga doen later. Sociale vaardigheden, op mensen afstappen. Jezelf presenteren, andere dingen uitleggen. Ik ben Mats Schottenbos en ik ben 14 jaar. Ik zit op de Huizen Maat. En voor de Huizen Maat doe ik een maatschappelijke stage hier bij de Speeltheek. Vind je het een leuke stage? Ja, zeker. Het is gewoon heel gezellig en je loopt gewoon een beetje rond en je doet af en toe, je bent wat aan het praten met mensen. Het is gewoon heel gezellig dat je dat doet. En ja, ik vind het heel leuk. Ik ben Artos van Stel. We hebben een maatschappelijke stage van school en ik loop hier dus 12 uur mee om mee te helpen met opruimen, verkopen, dat soort dingen, uitlenen. Je ziet toch in het begin, je denkt van, hé, dan moet je weer zo'n maatschappelijke stage doen. Maar als je er eenmaal bent, dan is het toch wel heel interessant hoe dat dan gebeurt. En je ziet ook, er zijn heel veel mensen die hier gewoon echt vast vrijwillig werken. En het is gewoon heel bijzonder dat heel zoveel mensen daar wat voor over hebben. Heb je er iets aan voor je toekomst? Ik weet niet. Misschien vind je het wel heel leuk om ergens te werken. Mijn vriend die wil misschien ook eens doorgaan met vrijwilligerswerk. Dus kan best. En als je daarmee doorgaat, dan staat het wel leuk op je cv. Dus. Wat heeft het jou voor de toekomst geleerd? Nou, ik zou ook zelf hier, ik zit er wel over te denken om hier gewoon ook vaker nog te komen helpen. En ik vind het gewoon heel, ja, ik weet nu dat het echt heel belangrijk is dat dat gebeurt. Dat dit soort vrijwilligersorganisaties er zijn. En ook dat die vrijwilligers er dus zijn. Ja, ik vind het hier wel leuk en het is in ieder geval wel gezellig. Dus, ja, ik vind het wel leuk hier dus.